Cam, where's my glove, buddy? Do you know where my glove is, Lee? Rashad heeft een prima baan. All right. Hij is onderwijzer. Oh, it's a bad throw. Piep, piep. Piep, piep. En Liana werkt voor de gemeente. Ze hebben twee kinderen, Camden en Trace. Het gezin heeft net een huis kunnen kopen, maar worstelt met financiën. It's a challenge, especially having two kids in daycare. It's definitely there's times where we have to think about, you know, prioritize our spending. Especially when we get towards the end of the month when all the bills are due. It's tough and it often can feel unfair. Ze snappen niet waarom het zo moeilijk is. Als je als echtpaar meer dan 100.000 euro per jaar verdient, ben je officieel arm in deze regio. Het geldt als een laag inkomen en je komt in aanmerking voor financiële hulp. Een ton! In de regio rond San Francisco betalen internetbedrijven enorme salarissen. En omdat er te weinig huizen zijn, stijgen de woonkosten en eigenlijk alle prijzen. Voor onderwijzers als Rashad wordt het zo langzamerhand onbetaalbaar. It's out of control and so yeah, we're managing, but we also have to ask from time to time like help from either our in-laws, just to help. And everything about tech rules the world right now. We can't compete. Nou, deze vrouw heeft misschien wel de oplossing. I actually hope to have teachers living here within the next 12 to 18 months. Op een slecht toegankelijk stuk grond waar de gemeente eigenaar van is, worden 4 gesubsidieerde huizen gebouwd, speciaal voor leraren, zodat die niet het dorp uit worden gejaagd door de hoge woonkosten. We're starting with teachers and then we're going to replicate this model to all the community helpers and people who can't afford to live where they work. Het initiatief wordt financieel ondersteund door internetbedrijven. Terecht, vinden Liana en Rashad, want terwijl de techwerkers miljoenen verdienen, there you go. Staat de middenklasse onder druk. Educating the kids to actually go into these tech companies and so it'd be nice to be compensated a little bit more. Erik Mout aan RTL Nieuws in Californië.